dat ik de slotopmerking mag doen. Voorzitter, het standpunt van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat verbaast mij. Want het lijkt eerder op de rem gaan staan, terwijl de verduurzaming van de industrie is eigenlijk het hart van ons klimaatbeleid. Ik zou willen voorstellen, laten we het debat in de Kamer voeren. Laten we niet wachten, niet op de rem gaan staan, zeg ik tegen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar laten we gewoon het debat in de Kamer voeren. En dan kan u al uw punten in het debat inbrengen. Die heb ik zelf ook namelijk. Maar goed, we gaan nu in principe dit ook gewoon behandelen, want het wordt niet controversieel verklaard. Dus het debat kan gewoon in de Kamer gevoerd worden. Mevrouw Kreugen van GroenLinks. Ja, voorzitter, ik vind het een beetje ingewikkeld, want het gaat mij er niet om of we het debat in de Kamer voeren, want inderdaad, de Kamer is niet demissionair en het klimaatbeleid ook niet. Het gaat erom of een demissionair bewindspersoon privaatrechtelijke overeenkomsten sluit met bedrijven en dat we dan juridisch wel hebben geborgd als Kamer dat als omstandigheden wijzigen, dat we daar niet aan gehouden worden op die manier. Dus dat we juridisch weten wat er wordt vastgelegd. Daar gaat het om. En daar is nu gewoon geen duidelijkheid over bij niemand van de collega's. Dank u wel. Volgens mij heeft iedereen nu zijn positie ingenomen. Ja, u heeft niet gesproken, de heer Graus, maar we gaan hier niet een heel debat voeren. Het is helder. Nee, maar daar wil ik u juist mee helpen, meneer de voorzitter. Ik vind dat de mensen alleen moeten zeggen waarom ze iets controversieel willen verklaren. Maar iedereen zit nou uit te leggen waarom het niet controversieel moet zijn. En dat vind ik een Tupperware-avond worden. Dus ik hoop dat ik vanaf nu alleen controversieel en voor de rest iedereen dat horen we wel tijdens het debat dan. De heer Graus, dit kwam omdat er een nieuw voorstel kwam omdat het aangehouden kon worden. En dat is niet het geval. Het is niet controversieel en het wordt ook niet aangehouden. We gaan door naar agenda punt 30. De overzicht van de geplande commissieactiviteiten, de commissiedebatten, SO's en dergelijke. En van belang zijn vooral de eerste twee activiteiten. Want dat betreft commissiedebatten op 13 september. En dat is dus, dat kan je eigenlijk de volgende week niet meer zeggen van het komt mij niet goed uit of ik wil het niet door laten gaan. Dat kan natuurlijk altijd. Maar is er iemand die dat niet door wil laten gaan? Dat is niet het geval. Dan gaat alles gewoon door.